Beste vrienden, kameraden, nationalisten. Welkom op deze mars tegen Marrakesh. U mag fier zijn dat u hier, ondanks de kou, aanwezig bent vandaag. U mag fier zijn dat u hier vandaag de stem van de stille meerderheid vertolkt. Want het is duidelijk, het volk is het beu. De man in de straat werkt zich blauw om zijn belastingen te kunnen blijven betalen. Om dan met een klein pensioen nog niet genoeg te hebben om zijn dure rusthuisfactuur te bekostigen. En dit allemaal terwijl de migratiekraan wagenwijd openstaat. Er moet een eind komen aan deze ongecontroleerde migratie, invasie. Stop ermee! Het is nodig om vandaag nog meer dan ooit onze stem te laten horen. Dit moet niet alleen door hier vandaag aanwezig te zijn, maar ook door massaal positieve filmpjes te verspreiden via de hashtag Stop Marrakesh op alle sociale media. Beste mensen, vrienden, hier zijn vandaag enkele sprekers die de vinger op de wonden gaan leggen. Die de stinkende wonden van deze regering, Michel, open en bloot gaan leggen. Het zijn allemaal jonge, geëngageerde mensen. Want laat ons duidelijk zijn, het gaat hier over onze toekomst. De toekomst van ons land, onze kinderen, onze kleinkinderen. Beste vrienden, ik kondig dan ook graag onze eerste spreker van vandaag aan, de senior seniorum van de NSV, Otto van Malderen. Nee, meneer Kloos, nee, meneer Vervoort. Nee, PS, nee, Michel 1 of 2. Dit is geen bruine mars. Wij zijn hier vandaag omdat er liefde is voor onze samenleving, voor de schoonheid van ons volk en dat willen de verontruste burgers die we zijn niet omwille van jullie ambities en verborgen agenda's te grabbel laten gooien. Het is niet omdat de PS gefrustreerd is door 5 jaar federale oppositie en opeenvolgende schandalen dat wij onze grenzen moeten openen. Het is niet omdat meneer Michel 1 of 2 een internationale positie bij de VN ambieert dat wij de desastreuze gevolgen ervan op ons sociale zekerheidssysteem moeten aanvaarden. U bent hier omdat u wijselijk beseft dat dit Marrakesh-pact geen goede zaak is. Dit pact, tot stand gekomen onder de druk van NGO's en belangengroepen, kent geen andere heren dan oikofobe lobbyisten en consorten, blij ondersteund door het gros van onze eigen politici, die in hun enthousiaste onderdanigheid hun gelijken niet kennen. Allicht bent u boos, verontrust of gewoon bezorgd. Bezorgd om de wereld waarin uw kinderen zullen opgroeien. Bezorgd omdat diegenen aan wie u uw stem heeft toevertrouwd, dat vertrouwen dagelijks beschamen. De Charles Michels, de Wouter Beekes, de Calvo's en de Kroos, zij moeten u niet. Voor hen bent u immers afvalligen. Een hardnekkig onkruid dat koste wat het kost, vernietigd dient te worden. De afgelopen dagen hebben we nog eens duidelijk kunnen merken wat dat inhoudt. Alle wapens waren geoorloofd in deze heilige strijd, deze jihad tegen de simpele wens van een volk om aanhoord te worden. Er werd dan ook duchtig strijd geleverd om u ervan te weerhouden hier te staan. U te overtuigen dat uw mening toch niet zo belangrijk was. Dat buikgevoel een extreemrechtse illusie. U diende braaf te luisteren, slaafs te volgen. Mindere mensen hadden het daar gelaten. Naar goede Vlaamse gewoonten hun schouders opgehaald en zichzelf vloekend terug naar huis vertrokken. U niet.
Wij niet. Hier staan wij het hoofd omhoog, vuisten sidderend, kokend bloed, om te bewijzen dat de Vlaming wel op straat komt voor haar recht. Om te bewijzen dat de regering wel moet luisteren naar onze stem. Want weet dat uw stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt aan de poort. Ik dank u. Beste vrienden. Beste vrienden nationalisten. Het mocht niet. Het mocht niet van Jan Bon. Het mocht wel van Theo. Maar Jong N-VA is ook bezorgd. En daarom zijn wij blij om onze volgende spreker aan te kondigen. Verbondsbroeder van KWAV Antwerpen en een ondervoorzitter van Jong N-VA, hier is Dominique Potters. Vrienden! Ik zou willen beginnen met een dankwoord. Voor alle verbondsbroeders en zusters van KVAV. Voor alle Vlaams Belangjongeren. Voor alle NSV'ers en alle mede-Jong N-VA'ers hier aanwezig. Al deze jonge mensen vechten voor hun idealen. Na enkele maanden heeft de N-VA eindelijk de stekker getrokken uit regering Michel 1. Dit omwille van 13 bladzijden, gevuld met sprookjes, gevuld met absurde regeltjes. Regels die van ons land een grenzeloos toevluchtsoord moeten maken. Maar naar wie schuiven we de Zwarte Piet door? Naar Michel 1? Of eigenlijk naar een select groepje partijen die niet naar hun kiezers luisteren? Die leven in een ivoren toren hier in Brussel, gevuld met postjes die zij willen bekleden. Vandaag draait het echter niet om de partijpolitiek, om hokjesdenken of onze studentenkozen voorkeur. Nee. Het doel van vandaag stijgt boven al deze zaken uit. Want we zijn het er allemaal over eens. Weg met het Marrakesh-pact! Weg met het demoniseren van deze betoging! En weg met deze ondemocratische regering! Vrienden, het verblijdt me om zoveel gezichten te zien. Jong en oud. Samen sterk en trekkend aan één zeel. We staan voor het begin van echte veranderingen. Zonder water bij de wijn te doen. Voor het eerst in jaren zijn we erin geslaagd om Vlamingen op een soortgelijke manier samen te brengen. En dat is iets waar we trots op mogen zijn. We zijn er nog niet. Nog bij lange na niet. Maar als ik zo rondkijk, ben ik ervan overtuigd dat wij dit kunnen. Samen voor een verenigd Vlaanderen. En weg met dit zelfmoordpact. Dank u wel. Beste vrienden, we staan hier ook op een symbolische plaats. Omsingeld door de kerkers van Europa. Omsingeld door de politici hun ivoren toren. Maar in die gebouwen is er ook een partij die wel de zweep erop legt. Namens Vlaams Belang Jongeren, Bart Klaas. Wat allemaal? Goedemiddag Vlaanderen! Kom aan, zoveel volk! En dat allemaal voor een manifestatie die blijkbaar eerst niet had mogen plaatsvinden. Ja, beste vrienden,
Heel de wereld mag hier in Brussel in onze hoofdstad komen betogen. Van Catalanen tot mensen zonder papieren. Van Congolezen tot Baltische melkboeren. Allemaal mogen ze hier komen betogen in onze hoofdstad. Maar als wij Vlamingen hier in onze eigen hoofdstad willen komen betogen tegen het verschrikkelijke Marrakesh-immigratiepact, een pact dat zoveel gevolgen voor ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, ons continent zal hebben, dan mogen wij dat niet. Dan wordt die manifestatie verboden door de socialistische burgemeester. Dan gaat hij... Dan noemt hij dat racistisch. Een bruine mars. Extreem rechts. En dan moeten wij naar de Raad van State hollen. Dan moeten wij vechten tot wij tegen wel 7 advocaten om ons gelijk te halen. Een totale schande, beste vrienden. Maar ondanks alle stokken die ze onze voorbije week in de wielen hebben willen steken, staan we hier vandaag met duizenden Vlamingen. Een signaal dat door niemand nog kan genegeerd worden. En wij zijn niet naar hier gekomen, zoals in de pers staat, om zogezegd om vernielingen aan te brengen. Of om rellen te veroorzaken. Wij zijn ook niet naar hier gekomen omdat we bevolkingsgroepen willen uitsluiten. Of bevolkingsgroepen zouden haten. Nee, wij zijn naar hier gekomen omdat wij het beu zijn. Beu zijn dat onze grenzen systematisch worden opengesteld. Het geluid weg. Dus terug. Test, 1, 2, test. We zijn terug. Nee, beste vrienden, wij zijn naar hier gekomen omdat we het beu zijn dat onze grenzen systematisch worden opengesteld en afgebouwd ten voordeel van massa-immigratie. Wij zijn het beu dat onze identiteit op het spel wordt gezet voor een of andere multiculturele fantasie van roetveegpieten, winterbomen en verstopeieren. En ja, wij zijn het beu dat ons land steeds meer en meer het OCMW van heel de wereld is aan het worden. En nee, beste vrienden, dit is geen manifestatie tegen andere mensen. Dit is een manifestatie tegen een systeem. Een systeem van elitepolitici die steeds opnieuw en opnieuw boven onze hoofden beslissen om onze toekomst te hypothekeren en zelfs weg te geven. Zonder dat zij ooit onze mening vragen. Daartegen komen wij vandaag op straat, beste vrienden. Want het zijn de ministers en die Europese commissarissen en hun goed betaalde lobbyisten die onze toekomst en onze centen en onze kans op een beter leven hebben gestolen. Zij zetten die grenzen open voor heel de wereld, maar maken tegelijkertijd ons eigen land voor ons, de gewone burgers, onleefbaar. En om die globalistische fantasieën te kunnen realiseren, moeten wij steeds opnieuw meer en meer betalen. En het gevolg is dat onze mensen steeds minder en minder rondkomen. Duurder gas, duurder water, duurder stroom, duurder benzine, meer btw, belastingen op kachels en wat nog allemaal. Ja, onze regering, onze eigen regering, is er zelfs in geslaagd om het ondenkbare, het onmogelijke te doen. Ze hebben een suikertax gemaakt op cola zero. Proficiat. Maar dat is toch niet alles, dat is nog niet alles. Het wordt nog beter. Het laatste nieuwe, destructieve idee van die elite kwam deze week uit het Europees Parlement. Ja, in de kranten en opnieuw hebben we kunnen vernemen dat de meneertjes en mevrouwtjes die daar zo prettig resideren in Straatsburg, hebben het idee gekregen, die hebben beslist dat wie van een ander Europees land naar hier komt en één dag werkt, wel die persoon moet vanaf nu een uitkering kunnen krijgen. Ja, beste vrienden, één dag werken en een royale uitkering. We zijn terug. Een uitkering na één dag werken. Een uitkering die vaak veel hoger ligt dan het loon dat ze in hun land van herkomst hebben. Dat gaat weer opnieuw enorm veel massa-immigratie naar onze landen veroorzaken. En wie gaat dat moeten betalen? Wij! Dus terwijl u er een flexijob moet bijnemen om rond te komen om het einde van de maand te halen, gaan we de mensen die hier één dag hebben gewerkt een gratis win for life geven. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Maar vrienden, het is niet allemaal kommer en kwel. Want ik sta hier vandaag ook met een boodschap van hoop en optimisme. Want verzet tegen die wereldvreemde politici, die wereldvreemde elite, groeit met de dag. Zou het op de ouderwetse manier doen, beste vrienden? Ja, het verzet tegen die wereldvreemde elite groeit met de dag. In Italië en Oostenrijk hebben ze al wel regeringen die de wil van het volk respecteren. In Brazilië zal de nieuwe premier, de nieuwe president, in januari zijn land uit het Marrakesh-pact leiden. In Frankrijk zijn de gele hesjes met hun wekenlange protest goed bezig om Macron, die kind van die Rothschild-bankiers, op de knieën te dwingen. En in ons eigen land, in eigen land heeft onze Stop Marrakesh-campagne de regering in een crisis geduwd. En of je nu een geel hesje draagt, of hier met een Vlaamse leeuw staat, maakt eigenlijk niet uit, want we maken allemaal deel uit van een en dezelfde internationale opstand tegen die wereldvreemde elites. Want ons doel is uiteindelijk hetzelfde. Wij willen onze toekomst terug in eigen handen kunnen nemen. En om af te sluiten, vrienden, wil ik dan ook graag nog even het woord richten tot de premier. Want ik denk dat hem aan het kijken is. Meneer Michel. Meneer Michel, stap op, neem ontslag. Hou de eer aan uzelf, want u vertegenwoordigt ons niet langer. Uw beleid en uw acties kunnen in Vlaanderen op nog geen derde van de stemmen rekenen. Neem ontslag en organiseer nieuwe verkiezingen, zodat wij, de gewone man en vrouw in de straat, eindelijk onze stem kunnen laten horen over dit verschrikkelijke immigratiepact. Want wij willen geen land zonder grenzen. En wij willen geen premier die plat op de buik gaat voor internationale organisaties. Nee, wij willen een premier die eerst aan zijn eigen volk denkt. Wij willen een premier die echt leiderschap toont. Wij willen een leider die altijd en overal zal zeggen, eerst onze mensen. Vrienden, kameraden, ik ga afsluiten. Bedankt om hier vandaag zo massaal aanwezig te zijn. Bedankt om hier allemaal naar Brussel te komen. En blijf volharder in uw protest. Blijf protesteren, want er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Kameraden, bedankt! Beste vrienden, ik heb gezien dat de VRT er ook aanwezig is. Niemand vindt ze leuk, maar geef ze alsjeblieft niet de kans om hier negatieve beelden te maken. We zijn hier voor geweldloos verzet tegen deze regering. En dit loopt eigenlijk naadloos verder naar mijn volgende spreker. Een van de grootste slachtoffers van de leugenpers. Dries van Langenhoven! Beste vrienden! Beste vrienden, jullie hebben het al gemerkt. Onze vrienden van de media die draaien hier vandaag op volle toeren. De afgelopen week hebben ze er alles aan gedaan om u hier weg te houden. Vlaamsgezinde jongens en meisjes werden opeens extreem rechts genoemd. Voetbalsupporters werden opeens gewelddadige hooligans genoemd. En een oproep tot vredevol verzet tegen het Marrakesh-pact werd opeens grote kans op rellen. Het doet mij daarom plezier om u vandaag desondanks allen in zulke grote getalen aanwezig te zien. Wij laten ons duidelijk niet langer vangen aan de leugens van de mainstream media. Of denken jullie werkelijk, beste journalisten,
dat er hier iemand is die jullie nog gelooft wanneer jullie bij de misdaadgolf in onze steden de allochtone daders stevast jongeren noemen. Denken jullie werkelijk dat er hier nog iemand aanwezig is die niet weet dat het gaat om moslimterrorisme wanneer jullie spreken over een incident? Denken jullie werkelijk dat er hier nog maar één man of vrouw aanwezig is die jullie ook maar één seconde gelooft wanneer jullie al die laffe terroristen beschrijven als verwarde mannen? Nee, beste journalisten, jullie tijd is gedaan. Denken jullie dat wij het niet zien wanneer jullie opiniepeilingen over het Marrakesh-pact wegmoffelen omdat het resultaat negatief is? Denken jullie dat wij het niet doorhebben dat jullie steeds foto's gebruiken van kleine kindjes wanneer het gaat over de migratietsunami die in werkelijkheid bestaat uit 80% volwassen mannen? Denken jullie echt dat de mensen nog in jullie leugens en fake news trappen, nu iedereen via internet en sociale media zelf aan informatie kan geraken? De vierde macht, dat zouden jullie moeten zijn. De controleurs van onze politici. Jullie zouden de waakhond moeten zijn van de democratie, maar in realiteit zijn jullie de schoothondjes van het establishment en de jachthonden van de cultuurmarxisten. Heeft er iemand van die journalisten aan burgemeester Kloze of minister-president Vervoort gevraagd wat ze vinden van hun nederlaag bij de Raad van State? Deze corrupte socialisten die van Brussel een helhol maakten, noemden ons denigrerend een bruine mars. Ze verboden onterecht deze manifestatie, maar geen enkele journalist confronteert hen ermee dat ze teruggefloten werden door onze rechterlijke macht. Burgemeester Kloze en minister-president Vervoort reageerden op de goedkeuring die de Raad van State specifiek voor onze betoging gaf, door de tegenbetogingen meteen ook goed te keuren. Diezelfde journalisten die rellen voorspelden, stellen zich niet eens de vraag dat burgemeester Kloze en minister-president Vervoort op die manier misschien bewust rellen hebben uitgelokt. Nee. Die journalisten die waren te druk bezig met jacht te maken op iedereen die zich inzet voor volk en vaderland. Iedereen die hier staat, werd als extreem rechts gebrandmerkt nog voordat ze één stap op Brussels grondgebied hadden gezet. En waarom? Omdat we in Vlaanderen de Vlaamse cultuur en identiteit willen standhouden, net zoals alle andere volkeren ter wereld dat ook in hun land willen doen. Of misschien omdat we niet wilden dat politici zonder meerderheid in de regering en vooral zonder meerderheid bij het volk een migratiepact goedkeuren dat het einde betekent van ons Europa. Maar meer en meer mensen, zoals jullie, hebben al die labels en verwijten van zich afgeschud. Iedereen hier aanwezig beseft dat de linkse mainstream media maar een kleine fractie van ons volk vertegenwoordigt en dat de meerderheid aan onze kant staat. Yeah. Wij weten dat het niet is omdat je je eigen volk lief hebt dat je daarom andere volkeren zou haten. Net zo min als je eigen gezin lief hebben betekent dat je andere gezinnen zou haten. Wij laten ons niet meer doen door de dreigementen dat we onze job zouden kunnen verliezen of dat we door de media zullen worden beschimpt omwille van onze idealen. En aan de mensen thuis, aan die tienduizenden, honderdduizenden, en ja, als ik er de opiniepeilingen over het Marrakesh-pact op nakijk, kan ik zelfs zeggen, die miljoenen mensen die thuis zijn gebleven, maar in gedachten hier bij ons op dit plein staan, stel uzelf de vraag. Welke opofferingen hebt jij gebracht? Tot wat zijt jij bereid om ervoor te zorgen dat u uw kinderen en kleinkinderen later recht in de ogen zal kunnen kijken als u de vraag stellen, wat hebt jij gedaan om hen een toekomst te geven in dit land? En voor de vele mensen die niet geloven
dat ons land deze donkere tijden met volksverradende politici en met een allesvernietigende massamigratie zullen overleven. Vergeet niet dat gij Vlaming zijt, dat gij Europeaan zijt, dat gij komt van een volk dat in veel donkerdere tijden heeft gevroed en gestreden in de fabrieken en op de slagvelden voor onze vrijheid en eigenheid. En dat het onze verdomde plicht is aan hen en aan alle toekomstige generaties Vlamingen om die vrijheid en die eigenheid in stand te houden. We hebben alle middelen in handen. We hebben alle middelen in handen. Laat u niet beliegen dat massamigratie iets van alle tijden is. Of dat die mensen hier opeens in Brussel staan. Dat zijn leugens van politici en journalisten die niets liever willen dan de volledige afbraak van alles wat Vlaanderen Vlaams maakt en van alles wat Europa Europees maakt. Die politici en journalisten die beweren dat massamigratie een spontaan en oncontroleerbaar fenomeen is, zijn diezelfde politici en journalisten die met hun Wirtschaftendas-beleid de bewuste politieke beslissing namen om miljoenen illegale migranten naar Europa te halen, zonder dat deze mensen enige kans op integratie of een toekomst hadden. Zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor het feit dat er hier iets verder in het Maximiliaanpark en het Noordstation honderden mensen zijn die in onmenselijke omstandigheden liggen te creperen van de kou. Zij verkochten ons decennia lang sprookjes over massamigratie, maar kunnen nooit een antwoord geven op één belangrijke vraag. Hoeveel migranten is genoeg? Maar toch is er hoop, beste mensen. Want al die ellende met die ongebreidelde massamigratie, al dat menselijk leed aan het Maximiliaanpark en het Noordstation, is geen spontaan en oncontroleerbaar fenomeen geweest. Maar wel het gevolg van een politieke beslissing. En als een politieke beslissing heeft gezorgd voor die massamigratie, dan kan een politieke beslissing er ook voor zorgen dat die wordt stopgezet. En ja, beste mensen, dan kan een moedige politieke beslissing er zelfs voor zorgen dat die massamigratie wordt omgedraaid. We leven in een historische tijd. Wanneer er zal worden geschreven over deze periode en men terugkijkt of we het goede hebben gedaan, of we recht zijn blijven staan, dan zal het een erezaak zijn voor de vele generaties die na ons komen dat we nu onze rug hebben gerecht om een voorbeeld te stellen voor Vlaanderen, voor Europa en voor de toekomst. Linkse ratten! Linkse ratten! Linkse ratten! Linkse ratten! Dank u wel! Beste vrienden, last but not least, de organisatie op wie wij altijd kunnen rekenen. Namens Voorpost Bart van Pachtenbeek. Kameraden, ondanks de tegenstribbelingen van het dictatoriale PS hebben wij dan toch het recht op manifesteren juridisch kunnen afdwingen. Wij hebben de krachten gebundeld om hier vandaag een duidelijk signaal te geven. Jullie massale aanwezigheid bevestigt dit nogmaals. Het verbod op deze manifestatie was duidelijk politiek geïnspireerd. En tegelijk ook een bekentenis. Een bekentenis omdat hun argumentaties steeds zwakker en zwakker worden. Want het is niet de eerste keer dat de politiek incorrecten zoals wij de mond worden gesnoerd en een verbod opgelegd krijgen. Met Voorpost ervaren wij dit meermaals wanneer wij onze bezorgdheid willen uiten in probleemwijken of buurten. Het politiek correct wereldje wordt dan in het nauw gedreven en beslaat met holle argumenten wild om zich heen en probeert, waar ze kunnen, ons het zwijgen op te leggen. Maar ons verzet kunnen ze niet meer stoppen. Wij laten ons niet de mond snoeren en geen enkele boycott op straat of sociale media zal daarbij helpen. Het verzet groeit overal en men zal ons niet meer kunnen stoppen. Het volk is het beu. Men tracht de multiculturele waanzin steeds weer door onze strot te rammen, maar het volk blijft dit niet slikken. De kogels vliegen hier rond onze oren. Terreuraanslagen moeten als normaal worden beschouwd. En gisteren hebben agenten hier in Brussel zelfs iemand moeten neerschieten die hun aanviel met een sabel.
allemaal gevolgen die via de import van gemeenschappen met een vaak immoreel en ronduit haatdragend mensbeeld onze samenleving verscheuren. En dit zal nog verergeren wanneer het VN-migratiepact zal bekrachtigd worden. Dit verdrag zou dienen om de mensenrechten zogezegd te verdedigen. Men vraagt meer menselijkheid. Maar waar is die menselijkheid voor de slachtoffers van de aanslagen gelieerd aan die asielinvasie? Waar is de menselijkheid voor de familie en vrienden van die dodelijke slachtoffers? Deze waanzin moet stoppen. En daarom mag dit Marrakesh-pact niet ondertekend worden. En daarom komen we hier vandaag op straat voor onze toekomst. Voor de toekomst van onze kinderen en die van onze kleinkinderen. En geen enkel verbod zal ons daarbij hierbij stoppen. En daarom stop Marrakesh! Vrienden, het mogen duidelijk zijn. Wij zijn het beu. Wij zijn het moe. Wij zeggen nee tegen die pestbelastingen. Nee tegen de ongecontroleerde massamigratie. Nee tegen dit Marrakesh-pact, dit zelfmoordpact. Wij hebben er genoeg van, vrienden. En ik hoop... dat elke politicus op dit moment hier aanwezig of voor zijn tv heeft geluisterd. Eindelijk geluisterd naar de wil van het volk. Dat deze regering, deze ondemocratische regering, die ons niet vertegenwoordigt, volgende week niet meer bestaat. Weg met dat Marrakesh-pact naar waar het hoort, in de vuilbak. Ik geef graag het laatste woord van deze manifestatie aan onze rots in de branding, Luc Vermeulen. Vlamingen, nationalisten, bedankt voor de massale opkomst. Deze manifestatie geeft moed, geeft hoop op de toekomst. Geeft moed om door te zetten en onze slag thuis te halen. Geeft vooral moed en hoop, omdat deze manifestatie georganiseerd werd, het initiatief genomen werd door allemaal jongerenverenigingen. Dat geeft hoop op de toekomst. Deze jongeren hebben wekenlang hard gewerkt om deze manifestatie tot een succes te maken. Ik zou vragen dat de ploeg, de stuurploeg, de jongeren even op het podium komen en dat ze een warm applaus geeft. Ho, ze, ho, ze, ho, ze, ho, ze, ho, ze, ho, ze, ho, ze. Beste vrienden, wij sluiten hier af met de Vlaamse leeuw. Maar ik heb ook een verzoek. Het is niet mijn verzoek, maar het is het uitdrukkelijk verzoek van al de mensen hierachter, van die verenigingen die hard gewerkt hebben om dit tot een succes te maken. Wij vragen met aandrang, met echte aandrang, om te zorgen dat na deze manifestatie het slot ervan, dat we zorgen dat er geen incidenten meer zijn in het terrein gaan. Elk incident zal men proberen in onze schoenen te schuiven. Gunt het de burgemeester en de minister-president niet om vanavond lachend op tv te zeggen, zie het wel, dat gelijk had. Hij had geen gelijk. Wij gaan ervoor, zoals wij gepland hebben. Wij gaan ervoor, beste vrienden. En we zingen nu de Vlaamse leeuw. De vierde Vlaamse leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw. Ze zullen hem niet temmen, zolang de Vlaming leeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Ze zullen hem niet temmen, de Vlaming leeft, zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. De tijd verslindt de steden, in tronen blijven staan. De legerbendes leven, een volk zal nooit vergaan. De vijand trekt de velden, omringd van doodsgevaar. Wij lachen met zijn hoede, de Vlaamse leeuw is daar. Zij zullen hem niet temmen, zolang de Vlaming leeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. Vliegt de blauwvoet, naar Rotzee! Vliegt de blauwvoet, naar Rotzee! Vliegt de blauwvoet, naar Rotzee! Wij zijn het moe! Grenzen toe! Wij zijn het moe! Grenzen toe! Wij zijn het moe! Grenzen toe! Dankjewel mannen, allemaal goed huiswaarts!